Over die fotoconfrontatie hebben. Want we hebben het eerder over dat, over dat rijtje mensen gehad. Dan had je het over een castingbureau. Hoe zit dat met die foto's? Van, stel je later dus meerdere zien. Mm -hmm. um, wie, wie staan er dan op die foto's? Is dat ook van een castingbureau? Nou, dat kan. Dat kan van een castingbureau zijn. Maar over het algemeen gebruikt uh, gebruik de politie foto's van reeds veroordeelde mensen. Veroordeelden? Dus die, ja, die al ja. veroordeeld zijn voor een misdrijf. En waarvan toen de tijd foto's zijn gemaakt. En die foto's kunnen daarvoor worden gebruikt. Is dat wenselijk? Een we nou, het, 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 maakt, het, is, het is wel wenselijk in die zin dat je daarmee een hele groot databestand hebt. van foto's waar je uit kunt kiezen. om een goede selectie te maken. Mm. En uh, er zijn natuurlijk wel wat garanties voor de privacy van de betreffende personen. Alleen de getuige krijgt die, 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 die foto's te zien en niemand anders. Nee, het gaat niet naar buiten toe. Het gaat niet naar buiten toe. Uh, ze worden ook in de regel niet bij het strafdossier gevoegd, zodat ze niet, ook niet bij de verdachte komen. of de rechter moet er een bevel voor geven. Ja. Maar we hopen dat die dat niet doet, omdat in het procesverbaal voldoende is omschreven hoe het georganiseerd is. Ja, nou ja, al zou het natuurlijk zo kunnen zijn dat je die veroordeelde misschien een keer ergens in de krant hebt, hebt zien staan, of... Ja, maar je moet... Het gaat over miljoenen mensen, hè? Ja. Dus er zijn miljoenen uh, personen, en daarnaast hebben we ook nog een databestand van een groot aantal foto's van personen die niet bestaan. Die, die zitten er ook tussen. Oké, okay, maar personen die niet bestaan? Nee. Wie zijn dat? Wie, waar komen die vandaan? Waar <laughs> nou, hebben die getoverd? Ja, om het maar zo te zeggen, dat zijn verknipte personen. Dus, dat zijn personen van de, waarvan uh, de foto's in delen ja, zijn geknipt ja. en toen weer in elkaar zijn gezet. Ja, Zodat dus. je dus het, het, het zijn, dus het zijn gezichten van onderdelen van gezichten. Oké, okay, dus zo creëren jullie, ook, want ik kan me ook voorstellen als dus bijvoorbeeld die, uh, nou, de, de, de verdachte een, een bril draagt. Dat je dus ook dat al al die, dat hele rijtje, een, een bril moet hebben. Dus dan wordt er ook op die manier dan met de foto's aan wat, wat ja, ge, ge, ja. geknipt en geplakt. Dus nou, zo'n bril? Nou, een bril, dat wordt niet. Over het algemeen zoeken we er wel mensen op die een bril dragen. Dat we snor hebben, een baat, al dat soort dingen. Die zoeken we erbij. En als het, als dat. Als dat ontbreekt, ja, dan moet je soms wel eens met, uh, met hulpmiddelen gaan werken. En bijvoorbeeld een tatoeage aanbrengen... of een traantje of een litteken onder het oog, zoals we net het voorbeeld... Uh, dus het kan niet zo zijn dat er één met een litteken staat en de andere niet. Dus dan wordt er dus met Photoshop een soort gelijk, niet precies dezelfde soort litteken aangebracht. Ja, maar als ik dan niet bestaande personen, dan denk ik even aan de, aan de nieuwste ontwikkeling, namelijk AI. Daar kan je natuurlijk van alles mee, mee creëren. Ja. Erik, zou dat een goed idee zijn om AI hiervoor in te zetten? Zodat je echt niet bestaande personen, <laughs> ja, echt ja. niet bestaande personen ja, ja. kunt creëren. Ja, ik, ik ben daar zelf helemaal niet in thuis in de AI. En ik... Ik kan me wel voorstellen dat het een oplossing biedt, omdat je kunt natuurlijk gezichten uh, genereren uit niks. Yeah. X. Dat, dat, kan, dat kan de software nu al. Uh, ik heb wel eens een website gezien, daar kun je ook steeds klikken. Thisperson does not exist.com. En dan yeah. zie je steeds een gezicht. Dat is geen echte persoon, maar dat, dat gaat prima. Yeah. Alleen, uh, ik denk dat je altijd, ook als je software of AI hebt, je zult altijd, lijkt mij, zo'n. Test moeten doen die A3 beschrijft. Want als in de AI ook een of andere bias of, of kreukel zit, dan maakt die allemaal gezichten op commando. Maar misschien zit daar een, een vertekening in. Als, als, als je een, een blanke oudere man wil hebben als, als figurant. Mm -hmm. En de AI of de software die heeft er een bepaalde beperkte voorstelling van van hoe dat uitziet. Dan gaat dat meespelen. In die aangemaakte figuranten, zou ik zeggen. In die, in die niet-echte personen. Ja, dus ik hoor wel wat reserve ja, af. Ja, ja, ja. Over het ja. wordt, het al, wordt dat al gedaan? De politie, ja, de, de, politie zo... de politie is wel bezig met de ontwikkeling daarvan. Ja? Maar het, het, het valt erg tegen om dit goed voor elkaar te krijgen. Dus er wordt hard aan gewerkt. Want we hopen toch wel dat over vijf jaar die mogelijkheden er wel zijn. Ja, want, die want er zijn dus nu vooral foto's van veroordeelden die gebruiken. Zijn daar nog genoeg foto's van in het bestand? Ja, we kunnen voorlopig <laughs> nog al vijf jaar vooruit. Die foto's zijn nog niet op. Nee. Maar dus er wordt wel gekeken ook binnen de Nederlandse politie naar of er met AI dus niet bestaande personen ja, gecreëerd ja,

Ja, ze worden daar nu ook al experimenten mee gedaan? Of? Nou, uh, we zijn wel bezig, of de politie is wel bezig met experimenten om te kijken van hoe uh, valt dat nu echt op? Of iemand bijgewerkt is, of dat het uh, een, een niet bestaand persoon is. Ja. Uh, alleen, uh, ja, dat vergt tijd. Ja, nee, dat is ook zo. En hoe zit dat in andere landen, Sandra? Hebben ze daar, zijn ze daar al verder ook met het AI daarvan inzetten? Nou ja, nog geen enkel uh, politiekorps zet het op dit moment in tijdens de fotoconfrontatie, maar wordt wel dus mee geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld in Engeland, Birmingham, daar wordt ook met 3D-modellen geëxperimenteerd. Je kunt dan als getuige handmatig op het beeld klikken en slepen. om het interactief te maken. Dus waardoor je de figurant en de mogelijke dader van alle kanten kunt bekijken. Ook de kant die je dus als getuige hebt gezien. En ze zijn aan het kijken of ze door middel van AI. de gezichtsuitdrukking. en de emotionele expressie van de personen kunnen veranderen. Ze werken dus samen met researchers in Duitsland, een universiteit in Canada en Schotland. en in de Toekomst moet het mogelijk zijn om door middel van AI de complete situatie na te bootsen van een ja plaatsde een delict, richt oh, het ook echt in die omgeving uh, ja die kan inclusief plaatsen. al het uh, bewijsmateriaal. Maar ook die gezichtsuitdrukkingen. Waarom is dat eigenlijk, Erik? Dat al die gezichtsuitdrukkingen dat ook die uitdrukking hetzelfde moet zijn. Waar, waarom? Nou, het lijkt mij handig omdat als je de 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 dader gezien hebt met een bepaalde boze gezichtsuitdrukking. Dan is het gemakkelijker om die te herkennen als hij diezelfde gezichtsuitdrukking heeft. Ja, ja. Dus als dat lukt, uh, dan, dan is dat mooi omdat je de kans vergroot op een, op een terechte herkenning. Ja, en ik, ik las ook dat, dat, ja, dat, het, dat het even schuldig. Dat het een onschuldig of een schuldig uiterlijk, dat daar ook nog iets in. Maar ik vroeg me af, hoe zit dat nou precies, Adrie? Wat is een schuldig uiterlijk? ja dat is niet uit te leggen. Nee, hoe, de radio. Hoe, hoe iemand nou een schuldig uiterlijk. Kijk even heel heeft. schuldig nu. Nee. Nee, ik, ja, ik ben per definitie schuldig, zeg maar. Maar um, ja, dat, dat is dus ook van, uh, afhankelijk van degene die kijkt. Ik heb pas een keer een zaak gehad waarbij bij met een videoconfrontatie die we hadden gemaakt. Dat was trouwens een van de eerste in de Nederland. Ja, dat is even. Dus... Uh, nou ja, een video van, van een aantal. Uh, In plaats van. Een mogelijke Oslo, daders. Dan een, dan een video. De, de Voslo. Uh, ja, ja, van nou, de Voslo maar, met de V. Ja. En dan met een V, ja. ja. En uh, ja, toen hadden we die klaar. En toen dachten we, nou, dat staat er prima, uh, staat er prima op. En toen lieten we een aantal mensen kijken, mannen. En die zeiden van, nou, hartstikke mooi zeg. Hartstikke goed gedaan. En pogelijk liep er een vrouw over de gang, een collega. We zeiden: hé hey, Janni, kom er eens even bij. kijken. We hebben dit en dat gemaakt. Ja. En ze kijkt. Zegt nou, ik heb bij nummer twee en nummer vijf, denk ik, van dat iets zou kunnen zijn. En uh, ja, waarom dan? Ja, ik kan het niet zeggen ik weet niet waarom. Ja, ja gevoel zegt ze, gevoel. Mm -hmm. Nou, toen dachten we, ja, uh, dit kunnen we natuurlijk niet hebben voor, voor, een, voor de forensische toepassing. Toen hebben we een andere dame erbij gevraagd en laat hij nou precies dezelfde personen aanwijzen en gevraagd naar waarom, geen idee. Ja. Gevoel. Dus ze zeiden tegen elkaar, die meiden met